hier bij Gouden Geeft op de markt. En we gaan een rondje lopen om te kijken wat er allemaal te doen en te beleven is. Jonge Goudse wilde graag meekijken wat er allemaal te zien en te beleven was bij Gouden Geeft. We zijn onder andere op de markt geweest, waar we langs verschillende kramen, optredens en een heleboel gezellige mensen liepen. Hier zijn we bij ons eigen glazen huis. Hier is 48 uur non-stop radio gemaakt en op beide avonden een 4 uur durende live tv-uitzending. Leiden, het is erg druk. We hebben alle stroopwafels meegenomen die we uit gaan delen aan mensen die hier staan te vernikkelen in de kou om een kijkje te kunnen nemen bij dat zogenaamd beroemde glazen huis. We staan hier nu vlakbij het glazen huis. Om je heen zie je die gigantische mensenmenigte. Oh, lekker. Nou, dat gaat er altijd in natuurlijk. Het is hier allemaal het losbarsten. Superveel mensen die allemaal komen kijken hoe de DJ's in het glazen huis ervan afbrengen. En wij hebben zelf natuurlijk onze ludieke actie dat we stroopwafels uit gaan delen en een hele vette check. Hoe hoog die check is, dat gaat u zo meteen zien als een overhandige in het glazen huis. We zijn bij het glazen huis. We zijn er net niet ingekomen, maar we hebben ze wel een dikke vette check van 7500 euro overhandigd. Lieve Gouwenaars, bedankt voor jullie giften. Dit was weer een nieuwe aflevering van Jonge Goudse met een compilatie van Gouden Geeft 2011. Wil je nu meer informatie over Jonge Goudse? Ga dan naar onze website www.jongegoudse.nl. Je kan ons ook volgen via Hives, Twitter en Facebook. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Mama mia, here I go again. Mama, how can I resist you? Mama mia, does it show me?